Hoi kijkers en nieuwe abonnees en nieuwe kijkers. Wij zijn al een paar dagen terug van onze Tour de Hongarije. Sommige mensen hebben het kunnen volgen op Facebook. Daar deden we al wat kleine verslagen. Wij zijn al een paar dagen thuis, zitten hier weer in de volle zon te genieten. En we nemen jullie natuurlijk mee op onze Tour de Hongarije. Die gaan we in 2 vlogs uitzenden. Deel 1 komt in deze vlog aan bod. Maar eerst blikken we nog even terug in de weken voordat we vertrokken. Want dan hebben we ook niet stilgezeten met het slechte weer wat we toen hadden. Of het koudere periode eigenlijk. Ja, precies. We hebben nog wel wat kleine projectjes afgerond. Ja. Klussen in en om het huis. En Natasja heeft vanochtend de tanden gebleekt. Met de stokjes van Sloten. Het ziet er echt wit uit. Ja. Dus die kunnen we alvast ook aanbevelen. Nou, heel veel kijkplezier. En bedankt voor jullie interesse. Doei. Like en subscribe. Doei. Het bijts wat er nog lag. Het nieuwe terras aan het bijtsen. Zodat hij een beetje weersbestendig wordt. Ja, dat ziet er goed uit. Dankjewel. Nou, hier is ons overkapping van het dak van het zwembad. Het zonneterras, zeg maar. Waar je lekker in de schaduw zit als het heel erg warm wordt. En deze muur, die heb ik even, want er kwam vocht door de randen. Daar heb ik een soort albestine gevonden tegen vocht. Die heb ik al 1 keer gesmeerd, dus dat ga ik nu voor de 2e keer doen. Nou, het is van het terras. Onderste laag is geel. Zo. De wand is met een 2e laag voorzien, ook daarboven. Ziet er al echt redelijk strak uit. Dus dan gaan we dat verder nog mooi maken. En de tas is de 2 teakstoelen die we van Nederland hebben meegenomen aan het schuren. Zodat die in de olie gezet kunnen worden en het huis in kunnen gaan. Zo, de stoelen zijn even goed in de teakolie gezet. Kunnen toegevoegd worden in de keuken straks. Ja, we gaan vandaag schilderen. Het is buiten koud en nattig. Althans, het is nu wel droog, maar best wel koud. Het is een goede gelegenheid om onze hal te gaan pimpen. Dan gaan de muren witten. Oké, de hal is vandaag voor de 2e keer gedaan. 2e laag voorzien. Nou, de eerste baan is ingelijmd. Dat wordt de eerste die we gaan doen van de 4 banen die we in de hal gaan decoreren. We gaan niet alles met behang doen, alleen wat stroken. Geeft al wat van het restant behang. Geeft denk ik alvast een leuk effect. Aan de wand hier. Zit die tegenaan? Nee, ietsje nog. Naar die kant. Ik ben zo bang dat het een beetje scheef gaat. Kijk. Dit loopt goed. Dit loopt goed. Hij loopt helemaal tot aan beneden goed. Oké. De eerste baan zit er gewoon op voor 5 minuten. Nu al leuk. Ziet er leuk uit. Dan is het enige wat ik nog moet doen, schuifdeur maken voor de badkamer. Maar we zijn er super blij mee. Vandaag is blauw. De kleur van de wandjes. Vandaag is blauw. De kleur van de wandjes. Want. Bijna klaar. Fleurt weer helemaal op hier. Opgepimpt.
Zo, pimp is af. Dat blauw werkt zo te gek op dat donkerbruin. Echt, met wat het daarvoor was. En nu, echt super. Nog even nadenken of we doortrekken naar die wand. Deze wand, die willen we uiteindelijk wel witten. Dus die zouden we op den duur een mooie wit kleur geven. Vooral 90-10. Zo, vandaag 27 april, Koningsdag in Nederland. Dat gaan we hier in Hongarije. Gaan wij een orchideeëntocht doen. Die georganiseerd is door het Nationaal Park Aktelek. Vandaag voor ons geen oranje, maar volledig groen. De orchideeëntour gaat beginnen. Leuke, mooie route. Dan komen we weer in de Sound of Music landschap. Maar een boswandeling, een hele mooie boswandeling. Geen orchideeën plat trappen. Opeens allemaal paarden, opeens uit het bos. Lachen. Nu is het even lekker aan het badderen. Roos heeft de dakpannen hiervan afgehaald. Die liggen daar allemaal. En wordt vervangen door wat we ook op de tuinschuur hebben liggen. Golfplaten. Iets mooier kleur. Let's get ready to rumble! Oké, het is ready to rumble. Nu is de boksbal ook opgehangen. En helemaal een tasten ding. Kijk maar hoe fanatiek ze is. Hè? Tik, tik, tik. Ja, gaan het hier verder opruimen en weer een beetje opnieuw inrichten. De gym is geopend. Oké, deze lekkage is gefixt. Nu hoef alleen nog maar de buitenkant nog te fixen. Lek 2. Meer ruimte. Ja. Barbecue tijd. Kijk eens hoe lekker verse eibrood van de tas. En waar zijn die worstjes? Oh ja, die stonden al op de barbecue. Ja, Erik is nog wel even bezig, maar die komt zo aanschuiven. En dan gaan we schmikkelen. Zo, Erik heeft ons net geholpen met wat lekkages. En dat is gelukkig opgelost. Maar het is zo mooi weer. Dus we blijven nog even lekker buiten. Roos is het haartje aan het aandoen. Ziet er goed uit. Fiasco, Kersie!
Jouw idee. Maar jaroer, ben je met? Ja. Zoals beloofd gaan we even op visite bij Ersi. En Atlas heeft lekkere uienbrood voor hem meegenomen. Niet! Kussen hem. Vies laten. Deze gekke poeper die denkt even in de bijkeuken te gaan nestelen. Althans, het is een overweging. Maar ik heb al uitgelegd dat het gewoon niet kan. Hé, hey, Dondersteen, dat kan gewoon niet. Ja, straks gaat die deur weer dicht. Dan moet je eruit. Die andere is hem gesmeerd, maar deze die blijft nog even zitten. Nou, ze zijn ook best wel recht. Nieuwe herinrichting van de werkplaats in de kelder. Orde gebracht en overzicht. Roos is nu de compostbak met alle bladeren en gras en zo onderin aan het omscheppen naar de... naar de echte grond. Dus het is al grond geworden. Kijk, verse zwarte goud. Ook wel genoemd. Die we dus helemaal zelf gemaakt hebben. Cool, hè? Daar hebben we het al eerder uit gehaald. En nu ook in de tweede bak. En dan kan dat straks weer erop. En dan kan het verder composteren. Vandaag zijn we in Color City, Kasimbarsika. Want er is vandaag Tour Hongarije, etappe 2, aankomst hier. En wij gaan straks een plekje zoeken bij de finish. En ook een aantal Nederlanders doen mee. Wouter Poels, Dylan Groenewegen, die schijnt hier 2 jaar geleden een etappe te hebben gewonnen met de sprint. Mark Cavendish is erbij, dus dat zijn toch best wel nampies. Maar we gaan eerst een ijsje scoren. Iha, hoeha. Zo, ijsje erbij. Kijk, onze collega's zijn aan het werk. Ook vloggers. En die komt vanavond al uit. Ja, die komt vanavond al live uit. Gaan ook streamen. Die hebben een iets grotere camera. Nou, aangezien we best wel veel volgers hebben, hebben we van de inkomsten hebben een wat betere camera gekocht. We gaan gewoon mooier investeren, hè? Om nog mooiere vloggers te maken. Dus, onze oog is op deze camera gevangen. Ja. Dus, lekker solide, groot. Echt van de nieuwste technologie. Hele mooie microfoon erbij met ruisonderdrukking. En wat Natasja zegt, dankzij de vele volgers die we nu hebben. Hè, de 411 staan we op te tellen. Als er niet weer eentje eruit gaat, dan gaan we nog upgraden onze vlogs. Hallo, hallo, hallo. Tour de France, sorry! Antonio, de rekkie is jaar aan het tosten, wees het eens. Moet je niet zoilen dat je kieren hebt, de azon az időt kapnak, csak bukás ne legyen, akkor sem, hogyha nincsenek.
Mark Cavendish! Met iedereen op de volle foto. Tasja. Zo, na een super geslaagde Tour de Hongarije, mee te maken, sprintetappe, gaan we weer naar huis. Oh ja, en dit is Color City. En Kasimbarsika is dus het stadje met alle muurschilderingen op de flatgebouwen. Da-da-da-da. We gaan vertrekken! We gaan een weekje toeren door Hongarije bij allerlei mensen op bezoek. Roadtrip! En this is day one. 1 mei. 7 dagen. Gaan we 8 adressen bezoeken. Mensen die we al kennen en een keer in het echt hebben ontmoet. Vrienden, bekenden. En mensen die we van internet kennen of van de Facebook. Boekgroepen en die we eventjes kort hallo gaan zeggen. En een aantal YouTube vloggers. Yes. Dus of we gaan als of eerste gaan we naar Buuk. Naar het meest westelijke deel van Hongarije. Dat zit onder Sopron. Dat is naar Francis en Cedric. Maar we gaan toch nog even een hapje eten in Tjorna. Dat is een plaats 40 minuten vandaan. We dachten, ach, we bestellen gewoon wat kleins, wel warm. Dat is mijn cordon bleu. Dit is een gebakken kip van de tas. Beetje veel. We gaan even een rondje lopen voordat we verder gaan naar Cedric en Francis in Buuk. Maar even nog snel het stadje bekijken. Het is vandaag Nationale Feestdag op 1 mei, Dag van de Arbeid. Aangekomen in Buuk. Nou, gearriveerd, was even puzzelen, maar we hebben het gevonden. Nou, het ziet er goed uit. Nieuw hek. Nou, appartementen zitten nog in afwerkingsfase. Nou, kijk hier. Oh, kijk. Oh. Ga maar bij Serenity. Ziet er mooi uit. Serenity. Zo. Hallo! Ik film maar even hoor. Hallo. Hi, hallo! Benno's! Hallo, Benno's! Oplevering hopelijk 1 juni, hè? Ja. Gaan jullie voor. Oh, dat is heel mooi, die kamer, zeg. Wauw. Oh, gave keuken. Maar, oh, fijne kamer. Zo. Tweede appartement, begane grond eigenlijk meer. Ook heel ruim. Dit is dan de toekomstige slaapkamer. Wauw. Het is echt heel groot. Keuken. Mooi dus. Leuk keukentje. Leuk stijl. Ja. Het wit met het hout. Ja. Dit is de kleinste en de derde. Maar hij heeft wel de grootste keuken eigenlijk. Hè? Bijna. Ja, ja. Maar dan, ja, dan zou je hier... Je hebt wel een heel mooi raam. En mooi die muur, dus privé. Mm-hmm. Zo, onze kamer, logeerkamer bij Cedric en Francis. In het hoofdhuis zelf. En ze zeggen ja, hun appartementjes die ze gaan verhuren, die gaan ook precies zo chic worden. Nou, ziet er echt lekker uit. Ja, het zijn echt heerlijke bedden. Ja, ja. Ontbijt. Alles hetzelfde. Ze hebben de crème, alles hetzelfde.
Ja, dat had je verteld gisteren. Ja, ook de inrichting en alles hetzelfde. Don't hate me, cause I'm beautiful. Buuk Verdo Thermaal en Spa in Buuk behoort tot een van de meest populaire kuuroorden van heel Hongarije. Het zeer geneeskrachtige water behoort tot de groep thermale wateren die calcium, magnesium, biocarbonaat bevatten. Met een diepte van 1282 meter en een temperatuur van 55 graden Celsius barst het thermaal water met een hoog calcium, magnesium, fluorgehalte en hoge koolzuurgassen naar de oppervlakte. Het is een goede behandeling voor onder andere artrose, gewrichtsaandoeningen, verkalking en kraakbeenslijtage. En als aanvulling op een revalidatie naar orthopedische en neurochirurgische ingrepen. We zijn net vertrokken vanuit Buuk bij Cedric en Francis vandaan. En we hebben echt een fantastische avond, nacht en ochtend gehad met een heerlijk ontbijt. Nog even lekker zitten kletsen. Daar gaan we zeker nog een keertje terugkomen voor de thermaalbaden. Daar ben ik wel benieuwd naar. En nu gaan we naar Jade en Patrick. Patrick voor een paar uurtjes, want daarna gaan we eindemiddag door naar Ruud en Frida, waar we ook zullen slapen. Dat zijn vrienden die we al een jaar niet meer in het echtje gezien. Vorig jaar nog wel dus. Dus dat is wel leuk om ze weer te zien bij hun in Sabbat Eat Fake. Dat is het programma van vandaag. Ja. Ja, hier. Hallo! Hallootjes! Ja, aangekomen bij Jaar en Patrick. Het laatst. Hey bakkers! Hey bakkers! Hey Easy! I'm easy. Nou, wat mij is bijgebleven bij onze ontmoeting met Jade en Patrick, is dat ik ze allebei veel meer heb leren kennen als dat ik ze van de vlog kende. En wat ik heel gaaf vind is dat wij eigenlijk dezelfde levensinstelling hebben. Dat is ook echt wel leuk om dat te herkennen. En echt top hoe Jade en Patrick aan de weg timmeren. Ja, ik ben het daar natuurlijk geheel mee eens. En we hebben veel meer gemeen dan we van de vlog hadden kunnen bedenken. Ja, precies. En ja, ze hebben zo'n leuke, juiste levensinstelling. Ze doen het gewoon. Nou, oké, okay, was gezellig. Doei. Bedankt. Dankjewel. Dag hondjes. Dag Easy! Heel daar erg in de verte zie je meer. Dat is tussen het Balatonmeer. Kijk maar mooi, het is van A naar B hier. Van A naar B. Nou, opeens heeft de zon plaats gemaakt voor regen. Maar het levert prachtige beelden op, kijk nou. Prachtig mooi. We rijden bijna het dorpje Sabbat Eat Fake binnen. Paard en wagen. Nou, hier komen we aan bij. Rijd naar het zuidoosten. Ruud en Frida, die wonen hier tegenover de kerk. Over 100 meter, sla rechtsaf. Hek is al open voor ons. Dat is een flat. Oké. Dus we zijn bij Ruud en Frida, maar die gaan liever niet op de camera. Dus wij filmen even zo. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. Goedemorgen, het is vandaag 3 mei en we zijn onderweg naar Peach. Inmiddels zijn we aangekomen bij Ruud en Frida.
En daar hebben we lekker gezellig samen zijn gehad. Lekker gegeten, lekker Indonesisch. Het was weer thuiskomen bij Ruud en Frida. Vrienden die we nou al een paar jaar kennen. Dankzij Hongarije. Dankzij Hongarije, inderdaad. En nou, ze hebben lekker Indonesisch gekookt. Dus dat was heerlijk eten. Ja, je hebt ook nog een beauty. En ze hebben gelijk even mijn wenkbrauwen geëpileerd. En ik heb een lekkere maskerbehandeling gehad. Heerlijk, heerlijk. Zo komen we vanuit de bergen Peach binnenrijden. We zitten nu in Peach. We komen net van ons appartement vandaan. Die we hadden geboekt vanochtend via booking.com. Het enige probleem is dat de eigenaar heeft geen reactie gegeven op ons. En nou was het buurvrouwtje Anna zo vriendelijk op ons eventjes te ontvangen. Want we krijgen de... Hoe heet ze niet te pakken, de eigenaar? Nou, we zijn ingecheckt in ons appartement hier midden in het centrum van Peest. En mevrouw heeft gewoon zich verontschuldigd, heel netjes. Dus ja, wij zijn blij dat we erin kunnen, dat ze contact heeft gezocht. Ze was wat verlaat, maar dat geeft niet. Dit heeft ze allemaal tot ons beschikking gesteld. Het zit hier wel in de details, want zelfs een wierookje kan je hier opsteken. Wij zijn al content voor 46 euro per nacht. En hebben we voor een tientje hier auto in de straat. Dus wij gaan zo lekker op pad. Hier, er hangt zelfs een Van Gogh. Die komt die. Ja! Dus 46 euro. Koelkastje, wasmachine. Nou ja, wij doen maar hier één nachtje. Soepje, nootje, ja. Koffietje, palinkaatje. Oh, dat watertje. Had ze ja, dat nou gezegd? Kijk. Kijk. Oh, dat had ze gezegd, ja, in de koelkast. Palinka. Laat zien dan. Wauw, oh, daar gaan we wel straks een slokje van nemen. Lief. Oeh, op onze wijze. Op onze wijze. We hebben al rode wijn in onze mik. Moot. 1. 2. Etch. Kette. Harom. Ekke shikke dre. Ekke shikke dre. Mm. Best lekker. Niet te sterk. Dat als je koek niet bent. Dat als je koek. Na John Seep. Oké, even kostenvergelijk. We komen net uit het restaurant Corheel in Peach. Totaal was ons eten, en het was echt veel en heel lekker, 16.148. Ik heb afgerond op 18.000. 18.000 dat was. Hoeveel is dat in euro's? 18.000. Checken. 46 euro. Hoi kijkers en nieuwe abonnees. Nou, wij zijn al een paar... Overnieuw. Even overnieuw. Wacht even.